Hallo allemaal en welkom bij weer een nieuwe Basta Live. En deze hele maand staat Basta in het teken van mediawijsheid. Maar voordat we daarmee gaan beginnen, ga ik jullie natuurlijk voorstellen aan mijn rots in de branding, mijn vaste sidekick, Sammy! Hoe is het, Sammy? Ja, goed met jou. Ja? Alright, ben je er klaar voor? Ik ben helemaal klaar voor. Oké, zullen we even kijken of groep 7 van de Annie M.G. Schmid School er ook klaar voor is? Want daar gaan wij het vandaag mee maken. Annie M.G. Schmid School, groep 7, zijn jullie er klaar voor? Ja! Wauw, hoe enthousiast is dat? Vandaag gaan we het hebben over vloggers. Want dat is weer iets, hè, Sammy? Vloggers? Ja. Jij volgt ook een aantal vloggers. Ik volg inderdaad een aantal, waaronder Fun, dat is een van de YouTuber Mert, die maakt alleen vloggen als hij op vakantie gaat, bijvoorbeeld naar Miami of naar Barcelona. Yeah. Ik keek ook naar Enzo Knol, die maakt iedere dag gevlogd en hij doet in al zijn vlogs gek, dus dat is wel grappig om te zien. Maar die vloggers, dat zijn de nieuwe supersterren van tegenwoordig. Iedereen volgt ze, iedereen wil van alles van ze weten. Maar hoe komt het nou dat die jongens en meiden zo populair zijn? Daar gaan we het vandaag over hebben. Hele goede dag, dames en heren. Vloggen is hot. Er zijn steeds meer Nederlanders die dagelijks hun filmpjes op YouTube zetten. Deze worden vele duizenden keren bekeken door de fans. Oh, wat een baas! Er zijn zelfs vloggers die er hun geld mee verdienen. Krakaka. Two guys living the life in Amsterdam. Zie jij je naam staan? Zwaai dan even naar jezelf. Wie wil dat ooit zien? Toevallig is vloggen momenteel een pittig populair ding. Wij zijn trots om aan jullie voor te stellen de Cinemates. Please subscribe. We did. You won't regret it. Ja, de Cinemates hier in de studio. Woo! Kelvin en Peter, welkom jongens. Dankjewel. Dankjewel. Om meteen maar even met de deur in huis te vallen. Goed, hoe zijn jullie ooit begonnen? Ja, het is eigenlijk vrij simpel. Kijk, we komen allebei uit Groningen. En we konden toen, als je jong bent, ga je gewoon leuke dingen doen. Of je gaat deurtje bellen of raampjes kapot gooien. Weet ik wat jij doet, wat je kan doen. En wij dachten, we gaan gewoon lekker filmen. Dus we hadden gewoon de camera van onze vader of de webcam van wie dan ook. En gewoon voor de leuk als tijdverdrijf gewoon met vrienden lachen filmpjes maken. Dus jullie verveelden je en je dacht, we gaan gewoon filmpjes maken? Ja, zo simpel. Jullie filmpjes die kunnen zo'n bioscoop, maar hoe maken jullie ze eigenlijk zo mooi? Ja, hoe doen jullie dat? Nou, het komt denk ik voornamelijk omdat wij dus echt heel jong zijn begonnen. Wij waren echt allebei 9 of 10 of zoiets toen wij dachten van oké, we gaan dit doen. En toen bestond het eigenlijk nog niet, hè? Toen bestond YouTuben bestond eigenlijk niet. YouTube was er wel, maar gewoon als website om je filmpjes op te delen. En er waren geen grote YouTubers of mensen die het dan als fulltime baan deden. En toen begonnen wij het dus te doen. Nu zijn we inmiddels 10 jaar verder of zoiets. En we hebben dus in die 10 jaar dusdanig veel gemaakt. Dat we echt elke keer hebben gedacht, oké, we willen steeds beter, steeds groter. En na 10 jaar elke week gewoon filmpjes maken. Dus jullie zijn eigenlijk al 10 jaar bezig. Maar hoe betalen jullie al die spullen om die video's te maken? Ja, en dat is heel leuk. Want heel vaak krijgen we reacties van mensen die zeggen van, oh, je hebt vast rijke ouders of dat. Maar het begon gewoon, zoals iedereen begint, gewoon, je moet gewoon naar boven toe werken. Ik had eerst een cameraatje, mocht ik lenen van mijn vader. Ja. En toen moest ik een videoclipje maken. En kreeg ik daar €20 voor. Ja. En op verjaardagen nodigde Express gewoon vet veel mensen uit. Dat ze allemaal gewoon lekker geld kregen. En elk jaar ik heb een microfoon binnen. En zo ging het gewoon door. En toen uiteindelijk kun je sparen voor een betere camera. En gaat maar door. Okay. En dus dit is gewoon echt jullie baan. Klopt, nu op het moment. Jullie kunnen er gewoon van leven. Ja, elke dag van de week gaan we gewoon. We hebben nu een apart kantoor. We zijn dusdanig hard ermee bezig. En met wat meer mensen dat we gewoon dachten, oké, we gaan een aparte ruimte waar we gewoon elke dag die filmpjes maken. En dat doen we nu. Dus wij komen ook nu net daar vandaan. Ja. Wij gaan elke dag daar gewoon naartoe. Met nieuwe frisse ideeën. En dan gaan we nieuwe video's bedenken. Gaan we ze maken. Gaan we ze monteren. Ja, oké. Want ik kan me voorstellen. Jullie zeggen van oké, we kunnen ervan leven. Maar wie betaalt jullie dan? Ja, er zijn 2 manieren eigenlijk. Of eigenlijk 3. Eén is gewoon Google zelf. Die plaatst irritante advertenties op de video's. Van die skip advertise en die irritante banners. Daar krijgen we betaald van. En de tweede is merken. Die willen gewoon graag een product of een campagne de wereld in blazen. En dan kunnen ze ons vragen om een video te maken. Ja, okay. En het derde is dan sponsored deals. Van dat ze gewoon iets verbinden aan ons gezicht. Of een product die je gewoon moet dragen. Of kleding of zoiets. Oké, ik denk dat groep 7 van de Annie M.G. Schmid School
klaar is voor een aantal vragen. Gaan jullie ooit nog eens een keertje ander werk doen? Ik denk het niet. We hopen het niet. Ik ben het in ieder geval niet van plan. Nee. Films maken is gewoon echt, precies wat we zeiden, we zijn dusdanig vroeger mee begonnen. Het zit gewoon echt in ons bloed. En we denken daar alleen maar aan. En ja, je kunt de toekomst natuurlijk niet voorspellen. Ik weet niet hoe het uiteindelijk gaat in de toekomst, maar we willen het niet. Is het moeilijk om een filmpje te maken? Nou, het ligt er net aan wat voor filmpje je wil maken. Want je kunt natuurlijk gewoon jezelf met je telefoon jezelf gaan filmen. Mm-hmm. En dat kun je dan op je computer zetten en dat kun je uploaden. En dan is er niet zo heel veel moeilijks aan. Dat kan iedereen hier en daar in de klas. Maar als je inderdaad... Kijk, wij maken vaak iets moeilijkere filmpjes. Dus dat zijn bijvoorbeeld met speciale effecten erin. Of bepaalde manieren van monteren en camerawerk en zo. En dan wordt het al gauw lastiger. Want dan moet je ook met wat meer mensen werken. Dan moet je, dan moet plannen, je er gewoon meer tijd in nadenken. Steken. Dus dan wordt het lastig. Maar dat klopt wel, want jullie zijn natuurlijk echte filmmakers. Hè? Ja. Jullie maken filmpjes, net wat je zegt, met effecten en alles erop en eraan. Maar er zijn natuurlijk ook andere vloggers die gewoon een dag uit hun leven laten zien. Wat vinden jullie daarvan? Hoe komt het dat zij ook zo populair zijn? Hè? Ik denk dat komt omdat... Wij zijn ook nog opgegroeid met alleen televisie. Uh-huh. En daar bij televisie werd een soort afstand gecreëerd tussen de kijker en het programma. Uh-huh. En opeens had je online en je had echt een soort, je kon je echt persoon. Het is ontzettend persoonlijk. Ja. Dus je duikt echt in iemands leven. Het voelt bijna alsof diegene echt gewoon een vriend of een vriendin van je is. En dat persoonlijke merk je gewoon, dat is gewoon ontzettend populair. Jullie zetten iedere week 2 films op jullie kanaal en ook nog eens in het Engels. Is de druk niet groot om dat op tijd online te zetten? Ja, de druk is er altijd. We doen nu zelfs meer. We hebben net wat meer. Mensen kennen ons heel vaak van Cinemates, maar we hebben ook nog wat andere kanalen. Ook in het Nederlands. En eigenlijk komt dat neer op 10 video's per week. Dus dat zijn 10 filmpjes elke week. En de druk is er altijd, maar we hebben het geluk dat we nu gewoon samen met vrienden van ons gewoon elke dag hiermee bezig kunnen. Ja. En dan maakt het, dan hebben we iets minder druk, zeg maar. Je houdt gewoon altijd het moment van upload in zicht. Van oké, op dit tijdstip verwachten de mensen een filmpje. En dan ga je gewoon naartoe werken. Het voordeel is wel dat we met z'n tweeën zijn. Dat klopt ook. Als ik eens een keer dat ik inspiratieloos ben, of ik zit in een dipje of wat dan ook, het lukt gewoon niet, dan heb ik alsnog Peter die dan dat kan doen en andersom ook. Laten we even teruggaan naar groep 7 van de Annie M.G. Schmid School, want ik denk dat ze ook nog een paar vragen hebben voor de Cinemates. Hoe word je een beroemde vlogger? Dat is wellicht de meest gestelde vraag ooit. Ja, en ook heel lastig en te beantwoorden. Ja, de vraag die je eigenlijk niet kunt beantwoorden. Want als je die vraag al stelt, en er is gewoon geen guideline hoe je een beroemde YouTuber wordt. Of ik denk in elk beroep is het zo, je moet nooit aimen om zeg maar super bekend te worden, super rijk of super wat. Je moet het doen omdat je passie ervoor hebt en omdat je het super leuk vindt. En als je het echt super leuk vindt en je hebt passie ervoor, dan zien andere mensen dat, steek je andere mensen mee aan en dan komt het vanzelf wel goed. Volgen jullie zelf ook wel eens vloggers? Ja, wij kijken zelf heel graag naar StukTV. Dat zijn 3 jongens, ken jij vast ook. Het zijn 3 jongens die doen alles wat de kijkers willen. Dus die kijkers kunnen opdrachten inzenden op hun website en dan gaan zij dat doen. Dus dat kan zijn in je onderbroek door de supermarkt of weet ik veel wat. Zouden jullie ook doen? Nou, nee. ik ben blij dat niet hoeven te doen. Okay. Annie M.G. Smitschool, even kijken. Is er nog een goede vraag? Hebben jullie ook kijkers uit andere landen? Maar ook gewoon een paar kijkers in Nieuw-Zeeland die elke keer weer reageren. En dan hebben we Thailand en Australië. Dat is echt superleuk. Ja. Okay. En zijn jullie vanaf het begin meteen in het Engels de filmpjes gaan maken? Of? Nee, wij begonnen eerst in het Nederlands. En uiteindelijk heeft Google zelf tegen ons gezegd van... jongens, wat jullie maken is hartstikke leuk. Maar zou het niet leuker zijn voor de hele wereld? En toen dachten wij, weet je, die video's die we maken is gewoon vaak Amerikaans. En het klinkt allemaal cooler in het Amerikaans. Ja. Weet je, als je zegt weet ik veel... ga ze achteraan. Go follow them. En in het Nederlands is het... volg ze! Weet je? Ja, het is altijd net wat knulliger. Dus wij dachten, tof. Dan kunnen wij gewoon lekker cool die quotes doen. Okay. En zijn we in het Engels gegaan dus. Wat is jullie favoriete filmpje? Jullie eigen, van onszelf. Een van jullie eigen filmpjes. Er zijn wel een aantal die tot onze favorieten behoren. En één daarvan is een filmpje die gaat over misleidende reclames. Jullie wonen samen, toch? Van wie is het idee was het om samen te wonen eigenlijk? Ik denk dat het een logische stap was. Vaker, ik denk als jij... Okay, stel je gaat het huis naar... veel ver weg, want wij komen uit Groningen. Mm-hmm. Wij werkten samen. En ik van, dan ga je toch met z'n tweeën een plek opzoeken. Zoals als je student zou zijn en we zouden gaan studeren, zou ook zeggen, dan zoeken we samen een kamer. Weet je. Dus het is gewoon een logische stap. Omdat je kent nog niemand. En dan uiteindelijk zullen we wel apart gaan wonen. Maar nu is het wel gewoon even makkelijk. Ja, waarom Amsterdam dan? Daar is
online nu echt de shit. We hadden nog wel getwijfeld tussen Utrecht of Amsterdam of zo. Yeah. En uiteindelijk dachten we van ja, heel veel bedrijven waar we mee samenwerken en mensen en andere YouTubers en zo, die wonen ook in Amsterdam. Ze dachten van ja, het gaan we gewoon. Ja, kom op jongens. Precies. Ja, de stad, hè? De stad. Maar hebben jullie ook een bepaalde opleiding daarvoor gevolgd? Voor die effecten? Of zijn jullie gewoon begonnen? Nou, we hebben nooit een filmopleiding of zo gevolgd. We hebben de middelbare school afgemaakt en toen ging het zo goed. Toen hadden we allebei onze VWO-diploma en toen ging het zo goed dat we dachten, oké, we gaan het gewoon proberen. We gaan het gewoon op onze eigen kracht proberen. Okay. Maar nooit, heel veel online natuurlijk kijken naar andere filmmakers en heel veel films zelf kijken. Dat is misschien wel belangrijk. Okay. Maar hoe zien jullie de toekomst? Ja, wij vinden het heel leuk natuurlijk om gewoon een nieuwe manier van filmmaken te doen. Want wij hebben nooit geleerd bij een filmacademie of een opleiding om op een bepaalde manier te doen. Dus wij vinden het gewoon leuk om gewoon net iets anders te doen. Yeah. Dus uiteindelijk willen we graag, we hebben nu een eigen studio, we hebben 2 studioruimtes. En uiteindelijk willen we gewoon Hollywood studios hebben, gewoon enorme ruimte met loodsen en sets en allemaal soundstages. Dat is onze droom. Gewoon de filmindustrie in Nederland gewoon lekker omhoog te krikken. Groep 7 van de Annie M.G. Smit School. Hebben jullie nog een laatste vraag? Een brandende vraag. Ze zijn er nog even. Ja, er zijn 100.000 views veel. 100.000 views is veel, maar 50.000 views ook veel. Ook, ja. En 25.000 ook. En echt veel is denk ik een 500.000. Ja, dat echt is echt veel. Bizar veel. En hebben jullie nog tips voor beginnende YouTubers? Ga gewoon zelf erop uit om filmpjes te maken. Kijk naar andere YouTubers om geïnspireerd te raken, maar neem niet bepaalde dingen van ze over. Yeah. En doe gewoon iets wat je leuk vindt en iets anders dan de rest. Maar nou zie ik ook iets op jouw hoofd. Het primeurtje. Komt ja, nou, we hebben 1 YouTube-kanaal, dat is de Kelvlog. Dat is dus eigenlijk gewoon een kanaal waarin ik zit en praat tegen de camera. Yeah. En wij zijn een tijdje geleden begonnen met een webshop. Het is 4 uur, het is dinsdag, dat betekent nieuwe filmpje van de Kelvlog. En sinds vandaag kwam deze pet binnen. Oh. Dit is een sample, ik heb er nog maar 1. Ja. En de rest, dat moet nog besteld worden. Dus ja, we kunnen, ik wil wel een giveaway doen. Kunnen we het op de Basta site zetten en dan een prijs vragen? Laten we dat doen. Ja. Hey jongens, hartstikke bedankt dat jullie er zijn. Ja. En groep 7 van de Annie M.G. Smit School. Ook bedankt dat jullie er waren. En voor jullie goede vragen. Jullie kunnen nog 1 keer zwaaien naar de Cinemates. Kijk eens. En voor meer informatie over mediawijsheid kan je natuurlijk kijken op onze site. We hebben daar allemaal filmpjes staan die we afgelopen maand hebben opgenomen. Kan je allemaal kijken op bastaschooltv.nl. En Sammy en ik en de Cinemates zeggen later.